En volgende week waarschijnlijk die aanhouding. Helene, wat zie je er goed uit? Misschien. Dank je. We hebben beelden van jou. Van hoe je daar, ja, je hebt een enorme drive om in de sportschool aan de slag te gaan. Ja. Laat me zien. Ja. Kijk, daar ga je. Ja, dit is zwaar hoor. Ja. Dit is serieus zwaar. Ik doe dit nu dus 5 weken. En de eerste week kon ik alleen maar hangen aan die stang. En dacht ik, en nu hoe, krijg je dit. Hoe krijg ik ooit mijn been omhoog? Maar nu lukt dit is het over aardig. Dit ziet er goed uit. 10 keer. Maar waar komt die motivatie vandaan ineens? Nou, ik ben een boek aan het schrijven en dat ben ik al een jaar aan het doen. Het nadert zijn einde, godzijdank. Maar en dan zit je eigenlijk de hele dag achter je laptop. En dan zitten er schaaltjes chips naast en schaaltjes drop. En je beweegt heel weinig, je eet veel. En dan langzaam maar zeker denk je, goh, al mijn kleren gaan een beetje strak zitten. En dat vond ik niet zo leuk. En sport was een beetje uit mijn leven gegleden door dat boek. Want ik deed wel veel tennis en ik liep veel en zo. Maar dat schoot er allemaal een beetje bij in. Dus toen dacht ik, ik moet sport, beweging, gezonde voeding weer terug in mijn leven brengen. Dus ben ik een programma gaan doen wat Steven toevallig ook heeft gevolgd. Zelfs programma. Dat is te zien. Maar het is elk programma helpt. Het is niet één. Zijn er al veel kilo's afgegaan? Ja, er zijn veel kilo's afgegaan. Ik ben nu 62,5 kilo. Maar dat is inclusief mijn implantaten. Dus eigenlijk ben ik... Eigenlijk ben ik... Eigenlijk 52. 61,7. Dus onder de indruk, hè? Ja, vind ik knap. Maar wat is dat voor programma dan, jongens? Het is gewoon een sportprogramma en een voedingsprogramma. Dus je hebt 2 apps. Eentje met sport, eentje met voeding. Voeding is het belangrijkste. Dat wil ik heel hard zeggen. Ja, jij houdt het nooit vol, maar nee. Nee, maar dat is het. Bedoel, het met al die kip curry, Jack. Wat eet je niet meer? Niks. Ik eet alles, alleen minder. Dus je krijgt wel gewoon je eiwitten, je vetten, je koolhydraten. Het is niet keto, het is niet low carb. Het is gewoon eten, alleen minder. We vonden een foto van jou van de Playboy in 2006. Roderick?